Zo zit hij echt al 5 minuten hier op de bank, hè, voordat we überhaupt zijn begonnen. Kan jij even uitleggen aan de mensen hier wat nou, iedereen die deze game al zeker 2, misschien zelfs 3 weken speelt, die... We zijn royaal laat, dat is wel waar. We zijn niet te laat. We hebben geoefend. Maar dat is het. Iedereen heeft ongetwijfeld dag in dag uit, dag en nacht, het, dit deuntje in zijn kop. Maar voor de mensen die het niet weten, Fall Guys. Wat is Fall Guys? Fall Guys is een bepaalde spin op het Battle Royale minigame Mario Party-esque Takeshi's Castle. Ja, ik wil het zeggen. Het is gewoon Takeshi's Castle. En je krijgt allerlei parcours en hindernissen waar je overheen moet begeven. Ja. Met 60 anderen. Iedere ronde vallen er een x aantal mensen af. En er kan er maar 1 de winnaar zijn. Zoals, net zoals bij de Mini Playback Show natuurlijk. En dat gaan we doen. Jij hebt al aardig wat winst op je naam staan. Ik nog niet, maar ik heb heel eerlijk gezegd ook nog niet zo heel erg veel gespeeld. Hoe zullen we dit aanpakken trouwens? Is het, denk je, per ronde? Ronde of match? Ronde. Oké. Okay. Want we weten niet hoe lang dit gaat duren. Nee, oké. Okay. Als we nu in 1 keer een win pakken, dan was dit gewoon de let's play. Oké. Okay. Dus je wil net zo lang doorgaan tot we een win pakken? Dat zeg ik niet. Maar stel dat we in 1 keer een win pakken, dan was dit de let's play. De game is gratis te downloaden via PlayStation Plus, als je een PlayStation Plus member bent. Ja. Je kan hem ook kopen op PC, daar is hij 20 piek. Ja, vind je 20 piek een goede prijs voor dit? Aangezien veel Battle Royales natuurlijk wel free-to-play zijn. Ja, maar ik denk het wel. Het is nog, het is dusdanig een zacht prijsje voor toch wel een flink aantal uren wat je aan lol hier... En ik denk ook, voor de prijs, zie je ook dat de microtransactions niet zo agressief zijn. Want we zaten net heel even te kijken in de store. En wil je 3 skins kopen, dan is dat ongeveer een tientje. Dan kan je 3 volledige skins mee kopen. Leg dat heel even naast Fortnite, wat 20 euro per skin is af en toe. Dan vind ik dat een vrij nette prijs. De game is wel 20 piek natuurlijk. Ik zit in de mangel. Nee, dit red je. Dit is oké. Ja, maar ik zat even in de mangel. Je kan anderen vastpakken ook, hè? Ja, weet ik. Maar misschien wel grappig bij dit specifieke level. Ik heb 1 dag gehad dat ik zowaar 4 keer op een rij won. Top 10 ook, hè? Ik heb 1 keer 4 keer op een rij gewonnen. Dat zeggen ze. En toen kwam ik bij dit level aan. Dat was de 2e ronde. En je ziet het, dit is eigenlijk best een makkelijk level. Weet je welke ik haat? En ik viel gewoon af. Als je die veer moet afpakken. Ik grijp zo vaak mis, dat is echt insane. Hand it over. Your turn, baby. Your turn, baby. Guy. 44 remain. Nou, die eerste 2 rondes moet je vaak toch wel door zien te komen. Dat is meestal een race. Ben je nou de druk op mij aan het leggen? Ja. Ik wil gewoon vrij kunnen spelen. Speel jij altijd met deze controller? Nee. Ik vind hem, hij is gevoelig, man. Ja? Ja, hij is echt heel gevoelig. Ik zag het net toen ik over die bal liep. Mag natuurlijk geen excuus wezen om te kijken of ik mijn profile een beetje kunnen switchen. Ja, hij is gewoon heel licht, die stick. Oh, zo. Ja, dat is wel waar. Oeh, meteen een team. Ja, ik zeg, er is 1 fucking game mode die ik kut vind. Maar, het zijn 4 teams. Ja, dus... I know, maar... Ja, want je hebt namelijk ook die andere, die, dat is niet eens met die starten, maar dat is die, die Jinx. Dat je echt gewoon 2 teams tegenover elkaar... Toch vind ik dit gelul, weet je. Wat dan? Want ik vind gewoon als jij een start hebt, dat je gewoon door bent. Ja, maar dat is een andere minigame. Ja, maar ze moeten dat niet met teams doen. Ja. ik ben nu gewoon aan het cheesen. Sukkel. Ja, wacht maar. Hij is gewoon een sukkel dat hij... Ja, daar gaat hij. Godver! Ik ben nu aan het cheesen. Ik ben nu Koos Boten aan het cheesen. Shit. Het lijkt zo'n goede strategie. Geel heeft hem wel nog het meest. Met 8 staarten, 7 staarten, 6 staarten. Oh jee, ik zeg al het meest en meteen daarna krijg je... Nee, je gaat niet van je eigen team, maatje, de grote. Hier, de blauwe. Die hoort bij mij? Ja, oh, geel, shit. Jongen. Ja, hij lijkt bruin. Groen, pak die groene. Maar dat is die skin natuurlijk. Kijk, ja, oh, hij gaat op zijn mel. Lekker. Hup, met stroom mee. Juist, kijk eens even. Ja, nu gaat hij weer zijn cheese doen, denk ik. Nee. Ik vind het toch altijd het fijnst om... Ik ben vaak wel een one-trick pony, maar... Bovenste ring vind ik het fijnst om lekker rond te rennen. Gewoon rondjes rennen tot je iemand ziet die op je afkomt. Andere richting op.
Cheese dippers. Cheese dippers. Jullie hebben er nu 3. Jullie hebben er 7. 20 dus seconden. Lukken. Come on. Let's go. Gozer. Wat doet hij? Hij heeft al. Oh. Ja, hij had er al eentje. 4. Groen heeft er 4. Je hebt er 6. 10, 9, 8, 7, 6. Ik tel sneller af dan dat hij gaat. Oh, groen heeft er weer minst. Kom op. Oh, geel heeft er 7. Dat is easy. Deze is easy. Boom! Lekker, lekker, lekker. Met ook nog eens in het team met de meeste start. Dus dat is... Ik hoefde hier niet veel te doen. We konden redelijk een beetje in hetzelfde hoekje blijven. Ja, maar daarom, deze is vaak wel... Ik weet niet of de camera mensen of de regie mensen dit oké vinden, maar dit is focus mode. Dus als dit mag, als ik goedkeuring krijg... Hey, nee. Alles is geoorloofd voor de win. Okay. Alles is geoorloofd voor de win. Ook als mijn hoofd zo eraf valt. I don't care. Alles voor de win. We zijn het team nu uit, Daan. Ja, ik weet het. Rollout. Ik denk dat het eigenlijk nog wel leuker was dan ons originele idee. Ons originele idee was 2 PlayStations en samen in dezelfde lobby. Maar het regende zo hard vanochtend in Arnhem dat ik durfde het niet mee te nemen in mijn tas. Ik heb best wel een crappy tas namelijk. Maar jij hebt dit toch ook wel in jouw vrije tijd gespeeld? 1 keer. Oké, okay. Je hebt hem al meegepakt toch? Nee. Dat zeg ik net op het begin. Ik heb nog geen win gepakt, okay. Maar ik heb nog niet zoveel gespeeld. Ik heb 1 keer gespeeld. We gaan hem doen soms. En ik was wel in de finale gekomen, maar ik sprong tegen de kroon aan. Ik dacht dat je hem dan had gewonnen, maar je moet hem pakken. En grappig genoeg is dat de meest gemaakte fout die er is in deze game. Ja, maar weet je, van fouten leer je. Daarom. Dus nu weet ik hoe het moet. Wat moet je hier dan? Gewoon niet vallen. Dit is gewoon overleven, maar okay. Ik vind het altijd het chills om toch... zonder te springen. Het is niet dat je daarmee moeilijker maakt. Eigenlijk juist alleen maar makkelijker. Nee, je moet gewoon springen spelen. Maakt het juist... Je moet gewoon spelen voor jezelf wat je het fijnst vindt natuurlijk. Kijk, hier hebben we nu een lekkere. Oh, dat is ook wel een vette skin hoor, die eend. Jezus. Ja, er zitten heel veel coole skins tussen. Ik vind duif meneer vind ik nog steeds het hardst. Het ziet er echt uit als een domme duif. This is easy. Het ding is... ik vermoed ook, en je ziet nu ook doordat deze game zo populair is... dat heel veel andere games of franchises... toch wel een kleine itsy-bitsy crossover populariteit mee willen pikken. Die staan er ook voor open, want hun dagen ook andere uit. Cyberpunk hebben ze een bericht gestuurd op Twitter. Maar volgens mij doen zij van oké, we willen het doen, maar dan moeten jullie geld doneren aan een goed doel. Oh, heel vet. Dat heb ik hier en daar voorbij zien komen. Maar ze hadden zelf Cyberpunk benaderd. Dus, ja. Dus ik neem aan dat ze wat moeten we hier doen? Er komen blokken op je af en je moet ze gewoon... Net zoals Hole in the Wall, zeg maar. Ja, precies. Dan iets minder specifiek. Oh my god. Ik ben echt bang dat ik eraf gebeukt word. Je kan het, jongen. Mijn tip is, blijf juist een beetje vooraan. Voor? Zodra je achteraan komt, of je komt in die groep, in het peloton, om maar even zo te noemen. En je springt en je gaat op je mijl, dan word je meegezogen. Ik kijk uit dat die gewoon terug vastpakken op dat moment. Teringlaaien. Ja, en dan links. En die volgende gaat meteen helemaal naar rechts, dus dan kun je alvast daar staan. Dat weet je? Oh. Ja, het is vaak... vaak niet random dus. Nee, ze hebben volgens mij iets aan 3 verschillende layouts of zo. Dan zal deze waarschijnlijk weer naar buiten gaan. Gozer, dit is... Dit heb je. Het belangrijkste is, blijf uit de groep. Ja, als je weg gaat in de groep... Hij blijft me ook vastpakken, die gast. Ja, het is een klootzak, man. Het is een streamsniper. Het is een klootzak. Het is een streamsniper, ik zeg het niet. Oké, spring. Juist, lekker man. Komt goed. Gewoon focus. Hoe lang nog? Het duurt nog 44 seconden. Jezus! Ah, dat komt goed. Je krijgt straks een sprong door een heel, heel dun gaatje, volgens mij, op het eind. Daar ben ik goed in. Daarom. Een klootzak! Hij pakte me vast! Oké. Hier is het lekker rustig. Juist. Meestal sluit het af met 1 hele kleine in het midden. Ja, hier komt hij. Je zit in. Oké, nu is het gewoon. Let op, hè, want blijf echt bij die mensen uit de buurt. Je hoeft alleen maar omhoog te springen, je hoeft niet naar voren. Juist. Juist. Ik heb het idee dat iemand me zo hard gaat naaien, jongen. Juist. Dit is een beetje battletoads, man. Juist. Kijk, er vallen nog aardig wat af. Come on, baby. Boom. Lekker. Hoeveel zijn er nog? Zijn er minder dan 10 volgens mij, hoor. Wat gebeurt er hier dan? Er valt iets. Geen idee wat. Een guy. 7! 7 qualified. Je kan dit. Je kan dit. Onderschatten, hoor. Ja. Dus dit is de finale. Je kan het.
Maak je naam waar, hè? Mr. Fall Guy. Mr. Daam die nooit verliest. Mr. Fall Guy. Mr. Ik heb bijna 5 op rij gewonnen. Dit is het moment. Dit is de Let's Play. Bij Game Kings. Ja, maar dat is het. Ik zei het al van tevoren. Dit is een one-shot challenge, jongens. We hebben echt geen andere runs gedaan. Dus als we nu in één keer pakken, geeft alleen maar aan hoe vet we zijn. Dan zijn we vet. Ja. Ik ben niet zo van het tactisch springen en doen. Ik moet het gewoon hebben van... Oeh, dat scheelt weer niet veel, man. Oh. Het is gewoon wie, het, denk, wie bovenaan mensen, blijft. Ik haat het, jongen. Ik haat die mensen die gewoon lekker gaan springen, gewoon chillen. Ga gewoon sprinten, gek. Maar wat is gewoon wie als laatste overblijft? Ja. En dan moet je eigenlijk liefst lang mogelijk boven blijven, natuurlijk. Als het even kan, wel, ja. Maar ja, je kan niet zien welke plaatjes onder jou weg zijn. Dat is wel lastig. Ah, je kan het wel zien. Niemand is nog afgevallen. Kijk, heel veel mensen doen dit, maar ik heb hier zo'n scheidhekel aan, jongen. Hey, maar niemand is nog afgevallen. Oh. Zie je, dan krijg je dat. Ja, doe alsjeblieft je eigen stilo. Zal ik toch eens die tactiek doen? Nee! Blijf gewoon dicht bij jezelf. Wat doe je nou? Je bent het lot aan het tarten nu, hè? Daar hou ik van. Oh. Zo hekel maar helemaal. Zie, dit bedoel ik. You played yourself. Oh, deze gast. Dat mijn andere een beetje fucked. Twee zijn er down. Buik tegen man. Oh, je bent hem heel specifiek aan het opsluiten daar, zag ik. Nog 3 te gaan, nog 2 andere. Huh? Dit is de laatste. Deze guy is de laatste. Nee! Dan! Wat doe je nou met je domme springen naar boven? Ja. Je had zo lang boven kunnen blijven. Dat zei ik niet, man. Oh. Als je niet daar boven aan het springen was... Was je nog steeds daar? Nee. Ik vind het nu niet meer leuk. Maar nu begin jij, dus nu eindigt de finale weer. Ja. Kom goed. Ik vind het nu niet meer leuk. Kom goed. Ik heb wel een handkostuum. Jammer, man. Ik heb mijn eigen controle. Waarom deed je dit nou? Gewoon een beetje proberen. Het was een one-shot challenge. Ik probeerde hem te pakken, hè? Waarom bijna? Je had je onsterfelijk kunnen maken hier. Ja, weet ik maar. Mag niet uit. Ik hoef mezelf niet te bewaren. Dat doet echt pijn. Deze was in de bag. Nee. Nou ja, hij was wel in de bag, man. Spijtig. Had een leuk eerste potje geweest. En de enige potje, we waren meteen gekapt. Stop op je hoogtepunt. Nee, maar dan heb je niet al die minigames. Maakt niet uit. Oké, okay, ik ga jouw route bepalen. Ja. Wat zijn die rode knoppen op het einde daar? Nou, niks. Begin hier bij de tweede van rechts. Ja, die had ik ook niet gedacht. En ga dan meteen naar links. Je hoeft niet te springen. Ja, zo. Nou, dit maakt niet uit. Kijk, ook gewoon ver, hè? Oh, gozer. Nee. Oké, je kan het nog steeds. Ja, juist. Als je daarboven bent straks. Kijk uit voor de bal. Hij wordt geraakt door die bal. Dat maakt geen reet uit. Als je daarboven bent, neem de rechterkant. En dan met de klok mee, of met die cirkels mee draaien, uiteraard. Oh, deze man, okay. Hè. Deze man gaat verliezen. Ga niet door. Je bent altijd zo negatief. We gaan wel door. Come on, je kan het. Springen.
Dat wist ik niet. Nee, dat was ik ook helemaal vergeten. Kutzooi. Je kan het. Jammer. Mag niet uit, kan gebeuren. Het komt allemaal gewoon. Ben je nog steeds verslagen? Ja. Oké. Die ene fucking game. Komen er nog genoeg, man. Ah, ik wist niet dat je daar moest springen. Fuck. Nou, hadden we het gewoon. Anders hadden we hem 100%. Maar weliswaar bij de laatste paar, maar ja, dat maakt niet uit. Nee, maakt niet uit, man. Doorgaan is doorgaan. Okay, gaan we eerste worden in deze race? In deze openingsrace? In de openingsrace? Gaan we eerste worden. Zeker. Okay. Ja, maar het zegt niks. Is dat een kleine redeemer dan? Nee. Het boeit letterlijk niet. Dat is het letterlijk. Paul Walker die zit op te scheppen over Vin Diesel terwijl hij heeft verloren. Oh, moest hand you, man! Nee. Je moet je bek houden. Als je niet door bent, ben je niet door. Als je door bent, ben je door. Oké. Okay, deze kunnen we. We moeten natuurlijk wel een beetje alle minigame showcase voor die ene ziel die dit nog niet gespeeld heeft. Hè? Oh man. Ja, ik heb nu al mijn ziel en zaligheid erin gestopt. Maar dit is zo vet. Focus mode. Ik vind dit echt een jelle game. Oef. Die houdt van dit soort gameplay games. Ja, ja. In principe ook singleplayer, want je speelt het niet co-op. Nee. Wat voelt allemaal klingelaars. Dat kan nog. Inschatten. Nee. We redden het wel. Ja. Het is een zekerheidje. Dat is het belangrijkste. In de berg. In ieder geval gekwalificeerd. Hij hoeft ook niet als eerste. Ik haat het als je achteraan start. Dan maak je gegarandeerd die eerste scheidgolf mee. Nou, top 50%, fuck it. Maakt niet uit. Nee, daarom. Het gaat om de laatste ronde, immers. Daarom. Mensen die met 20 kills tweede worden in Fortnite. Weet je, je hebt niks aan tweede. Ik had hem echt moeten pakken, man. Ja, je had hem echt moeten pakken. Klootzak. Ook gewoon, ik spring nooit, dat doe ik nooit. Vind ik heel irritant, raar als mensen dat doen. En dan gaat hij het zelf doen. Ik moet toch even weten wat de fuzz about is. Wat wordt de volgende? Ah, doe maar de Whirly Gig. Doe maar de Whirly Gig. Die hebben we nog niet gehad. Ik ben gewoon echt boos. Precies zo, dit vind ik wel eentje voor jou, ja. Wat is deze? De met de wip-up. Volgens mij heb je deze. Wordt door veel beginnende spelers echt gezien als de grootste nachtmerrie. Ja? Ja. Volgens mij heb je deze wel gedaan. Dat weet ik niet zeker. Zeker, jij kan dit. Maar omdat we net... dingen hebben gestaan achteraan, staan we nu voor. Oké, we beginnen een beetje voor. Dat is wel mooi. Niet in die mangel. Nee, ik probeer er van weg te blijven. Rechts. Ja, ik pop. Nee, niet springen. Gewoon lopen. Ja. En als je nu springt, duiken. Nee. Jawel, duiken, want anders glij je er vaak vanaf. Als hij duikt, dan gaat hij standaard opstaan namelijk. Oh, echt? Ja. Oh, dat wist ik niet. Kijk, dus hier. Oh, nice. Die sprong nu ook echt boven. Oké. Dit heb je. Doe maar die... Ja, juist. Dit was een hele tactische. Dit voelt bijna. Wacht. Oeh, je hoeft niet over te steken. Kan natuurlijk wel. Nee. Oef. Het waren er echt drie terug. Je kan het nog steeds. Ja, gewoon een roze. Nou. Wacht tot hij terugtrekt. Ja, oversteken, ja. Hij gaat al. Lekker. Dit red je, jongen. Ik kan dit. Deze gaat wel heel hard. Ja, en meteen oversteken, want ze staan allemaal te wachten. Hij valt! Nee, rustig. Ze gaan allemaal. Dus ga als eerst nu naar voren. Ja. Zij zijn jouw countergewicht al. Lekker. Juist, oké, die is binnen. Die is binnen. Lekker. Yes!
Gaan we even naar al die andere nerd kijken. Ik vind deze absoluut niet het ergste hoor. Nee. Het is wel heel vervelend als je ook bij deze, als je in die grote groep terechtkomt. Want dan... Ja, je staat het all over the place, weet je. Kijk nog even naar iemand die dit sowieso niet gaat redden. Kijk, hier gaat het spannend zijn. Hier gaat het spannend zijn. Deze man! Oh, als hij mee was gesprongen had hij het gehaald. Wat is dit? Heel zielig vinger. Oei. 32 remain. Oké, dit wordt waarschijnlijk weer een teamgame nu. Oh ja, focusmodus. We hebben geen gewone PlayStation controllers. Ja, dat is goed wel, maar laten we nu niet gaan switchen. Nee. deze heb ik heel lang niet gehad. Deze heb ik nooit gedaan. Deze, echt, deze komt ook heel weinig voor. Fruit Shoot. Lijkt een beetje op Shoot Shoot. Oeh, copyright. Als ik jij mail was, zou ik wel even een e-mailtje sturen. Crossover spinnetje. Oeh, we zitten ook nog eens helemaal achter. Ja, oké. Okay. Ja, er zit een gat daar. Ja, ik wou net zeggen, gelijk dat gat in duiken. Ja, teringhonden. Oké. Maar als je als eerste afvalt, kun je ook als eerste weer erop. Oké, dit wordt een beetje Michael Bay shit, hoor. Dit wordt een beetje Michael Bay shit. Wat is die shit? Die lijn? Dit wordt een beetje Michael Bay shit! Oh, kom. Ga maar lekker op die muil. Gaan jullie maar lekker op die muil. Het is niet springen en jumpen en... Ik heb pas een deur. Ja, oké, dit redden we. Dit redden we, lekker. Heel clean, heel nice. Oh. Lekker gewerkt, pik! Deze was goed. Ja, ik vind het mooi als al dat fluit. Het fruit om je oren vliegt. Mooi ook dat hij echt stopt terwijl die duif wanneer hem echt recht in zijn bek krijgt. Hoeveel zijn er over? Dat zijn er veel, man. Nu al game 4. Ah, oké, wacht. Dan gaat nu de helft weer afvallen waarschijnlijk. Ja, dan houden we ongeveer hetzelfde over als net. Tiptoe of toch een teamgame? Teamgame zou best wel kut zijn eigenlijk. Het is. Hoepsie deze. Oké, dit. Ah, nee, dit is gewoon. Deze heb ik gedaan. Pak je zone. Hier ben ik het slechtste. Maar dit is wel team, toch? Ja, pak je zone en zorg dat het van jou is. Okay, welke zone gaan we pakken, denk je? Gewoon een stukje zijkant, weet je wel, een kwart van de map als het ware. Waar jij gewoon. Okay, een achter, denk ik, want er zijn twee gedeeltes in. Die is voor jou, die is sowieso van jou. Die moet je hebben. En deze sprong moet je heel goed timen, want. Je staat eigenlijk namelijk aan de verkeerde kant, dus gaan we aan de andere kant. Oké. Achter is ook meteen eentje. Maar hij was team blauw, dus dat is prima. Oké, ga hier maar dat dingetje op, daar pak die maar. Gewoon in één keer er doorheen duiken. Lekker jongen. Ja, op, ja, deze is voor jou. Kijk, hij pakt meteen de goede kant, de makkelijke kant. Blijf een beetje in de buurt van het midden, want hier spant vaak, daarboven spant vaak de gouden. Kijk, die. Godver. Oké, jammer dan. Soms moet je weten van, oké, hij gaat hem sowieso pakken, dus een wacht. Ik wilde hem pakken. Gouden ring. Ja, die gaat niet lukken. Pak die man. Lekker. Gaat die team blauw nou met mij concurreren? Ja, echt hè. Dat vind ik altijd zo onnig, jongen. De mensen die dat doen. Oké, blijf maar hier staan. Hier gaat straks wel eentje komen, denk ik. Oh, kijk. Ja. Oh, nee. We staan wel redelijk voor nog. Ja, weet je. Die is niet voor jou. Laat maar gaan. Oké, wel. Lekker, man. Hup, meteen deze pakken. Nee, dat ging het niet worden. Pak de positie. Daar is al team blauw. Oké, die is heel rustig hier. Die ook meteen. Die kan je lekker laten voor wat het is, want die is vaak lastig. Kijk, die pakt ook blauw. Nice. Oh, gouden ring midden. Nee, niet. Ah, fuck it. Die kan er wel doorheen. Lekker. Oh, ik dacht even, ik zag dat helikoptertje dingetje. Die was gratis. Die was lekker. Van het leven. Die was lekker. Oh, nog één. Hatsa. Oh, goud. Oké, ja. Maakt niet uit. Je hebt genoeg gepakt. Doet je ding. Hatsa. Kijk jongen, team blauw, 51. Prima. Boom. Eerste zo. Lekker.
Het begon slecht. Je weet wat het betekent, hè? Finale! Wow! Finale! Wow! Doe het, doe het. Maak je naam nou eens waar, Daan! Kom op, Mr. Fall Guy! Don't fall off, 13. Dat zijn nog best wel over. Dat is natuurlijk één teambaar die eraf valt. Je hebt nu ook zo'n nieuwe finale game. Die heb ik nog niet gespeeld. Of dit wordt een Fall Mountain. Ken die meme met die hond die voor zich uitstaat en allemaal oorlog zit om zich heen ziet? Dat is dit nu. Ik heb wel even dit trauma nu gewoon intens meteen. Niet springen, oké, klootzak. Gewoon je normale ding doen. Ik kan wel langzaam rennen, dat kan wel trouwens. Gewoon je ding doen. Zoals je het normaal zou doen. 13 is ook echt veel voor deze nog, man. Sluit hem af, sluit hem af. Oh, hij sprong even. Mag niet. Er is nog niemand eliminated natuurlijk. You ain't gonna fuck me, bruh. Dat is goed. Even afsluiten van de buitenwereld. Gaan we even een moeilijke route doen. Eentje is eliminated al. Dan, you got this. Ik ga wel full sprint, man. Waarom gooi je elke keer je tactiek overboord? Ik vind het leuk om het een beetje mix en match. Oké, dit. Oh, we hebben nog. Oké. Disco. Wat doe je? Je speelt me! Er is nog eentje over! Ah! Wat deed ik? Er is nog eentje over, maar die zit boven je. Het kan niet anders. En verder ook. Haal gewoon maar die hele ondergrond voor hem weg. Oh, fuck. Waar blijft die gastje? Hij was te ver boven. Deze man had een te groot voordeel al. We zijn klaar, man. Ik doe nog één rondje. Nee, man. Je hebt van Jannes verloren. Jannes. Ja, maar hij heeft geen Alt 4 gedrukt. Laatst. Nee, kan echt niet, man. Einde van de week live moeten we zo gaan doen. Ik moet ombouwen. Ik moet nog voorbereiden. Kan wel, jongen! Nee, want ik moet nog voorbereiden. Dat kan niet. Dus, dit was hem dan. We gaan toch niet in de finale komen deze. Jij mag beginnen. Oh my god. Kijk naar de klok. Ja, ik wil! Wat zegt de klok? Ach joh, is goed, waar heb je het over? Ja, is goed, jij presenteert het. Waar heb je het over? Jij presenteert het einde van de week. Nee, maar dat hoeft ook helemaal niet. Jawel. Het is nog niet eens. Ik heb al heel veel nieuwtjes opgezet. We hebben nog 3 kwartier tot 1 uur. Voordat het half. Ik heb heel veel shit te doen. Hier, nu ken je hem wel. Deze ken je nu wel. Je kan het. Ik spring meteen vanaf. Dat is goed. Dan is het klaar. Maar mijn competitive nature laat dat niet toe. Om er gewoon meteen vanaf te springen. Dus let's go. Midden. Tweede rechts. Tweede van rechts, dus die midden staan. Maar ik probeer een beetje uit die hele fucking druk te blijven. Ja. Een eentje door, ja, is dat hier aan. Dat is cool. Kijk, dit hebben we goed bestaan. Maar ik word wel een beetje boos van dat mensen echt vol aan geramd zien worden door die bal. En niks. Het maakt geen reet uit, kijk dan. Hij loopt zelfs gewoon door. Oké, doe je ding, jongen, doe je ding. En je weet het, hè, dat bij die blauwe heuvel, gewoon springen. Je kan er zelfs een duikje achteraan gooien, om het zeker van. Nee, oh, nou ja, dat is prima. Dat kan trouwens ook in. Oké, maar hier dus, hè? Ja. Op deze sprong. Juist, netjes.
Kijk. Zoals altijd beweegt hij zich tussen de ballen door. Lalalalalala. Ja, hij pakt hier gewoon lalalalalala. Een solide top 10 plaats. Woe. Netjes. Smooth operator, man. Smooth operator. Oh, come on. Het is eigenlijk nog leuker, man. Met z'n tweeën één kerk te besturen. Het is eigenlijk nog leuker. Dan kan je alleen wel uitrekenen van, oké, als jij begint, dan komt het finale ook bij jou. Ja, maar dat maakt niet uit. Ze moeten, wat ze eigenlijk gewoon moeten doen is ook een game mode maken waar je ook met z'n vieren in kan. En dat je vier rondes krijgt en ieder doet één ronde. En dat je zelf mag inzetten van wie doet estafette. Wie doet welke. Ja, maar ja, dat je zelf mag zeggen wie doet welke. Ja, oké. Okay. Nou ja, of dat het random bepaald wordt. Nee, maar zodat je gewoon tactisch kan bepalen van oké, Daan houdt zijn hoofd meest cool. Die zetten we sowieso in de finale. Dat's, maar we moeten daar wel komen, dus dan doen we de, ja, whatever, weet je wel. Slap begin, ja. Sterk einde. Oké, doe maar geen teamgame, want daar heb ik niet zo'n... Heb ik niet zoveel mee. Oh, de bevreesde, gevreesde slimeclimb. Je weet het wel te verkopen. Maar de bevreesde slimeclimb. Ik vind deze geinig. Ik val echt, vaak... In een ander leven heb jij de Mega Blubber Power Race van Telekids gepresenteerd, of niet? Wel gevolgd. De Mega Blubber Power Race. Oeh. Laten we in ieder geval niet afsnijden, want dan... Ja, dan ben je sowieso de shark. Wat een tyfus liars, wat een tyfus liars. Niet te dicht bij de rand. Kijk wat... Ik haat mensen! Hallo, Jelle Kunst. Okay, dit was niet slim, dude. Die gast bleef ook te lang staan. Hup. Ze blijven expres lang staan. Klootzakken. Wat een rotstreker, man. Ze blijven gewoon expres lang staan. Kom maar. Zo. Dit vind ik dus nu heel kut. Omdat het een heel gevoelig stikje is. Oh my god. Oh my god. Ontwijk die roze deel, alsjeblieft. Wat een tyfuslaaien. Oh, kom op dan. Dat, oh my god, we kunnen maar 18 kwalificeren dan. Zitten we bij de eerste 18? Ja, nee, dat komt. Nee, 18 is iedereen. Of tenminste, iedereen op een paar na of zo. Dit is nice. Dit is heel nice. Kijk, maar deze gasten die blijven extra lang wachten. Lekker voor hem. Lekker voor hem. Ja, ja. We zijn er nog. Slow and steady wins the race. Oh jongen, ik heb hier mensen, anderen zien naaien om gewoon vast te pakken en shit. Dat wil je niet weten. Dat vind ik super vet. Dat wil je niet weten. Ik heb echt gewoon mensen die gewoon eentje staat te wachten, hij pakt hem vast. En omdat het dat zo glad is, glij je ook heel hard door. Ze pakt het vast, laat los en die mensen gaan gewoon... Eén voor één gaan ze eraf. Er zijn er heel weinig over. Ja. Is dit de finale al meteen dan? Als het goed is krijgen we nu nog een teamgame. Dus het zal wel dat voetbal Rocket League-achtig worden. Dat heb ik nog nooit gedaan. Valbal. Tenminste, dat kan. Het kan ook iets anders zijn. Let's go. Kan ook die, hoe heet het, die tiptoe. Dit is geen kids game, man. Ik wil geen hexagon meer op het einde, man. Dit is geen kids game, trouwens. Ik wil geen hexagon meer op het einde. Ja. Maar het ding is, ze zijn met 11 man, hè. Dus het is 6 tegen 5. Dus ik hoop voor je dat je in een team met de meerderheid hebt. En het is gewoon ballenblokken en... Gewoon ballenblokken, ballen duwen. Of zijn we wel met 10? Oh, we zijn wel met 10. Nou, dat is weird. Het stond er net 11. Dacht ik ook. Oké, jongen, je kan dit. Je kan dit. Je kan ook een beetje gaan verdedigen. Dat is... Niet geheel onverstandig als er een verdediger op staat. Zag je die passeerbeweging? Ja, ja. Oh. Nee joh! Kijk, dat is het voordeel van iemand achterin me staan. Oké, dan ga jij die maar zorgen dat die weg is. Juist. Kom op, je kan het. Kijk, hij gaat. Oh.
Let op die bal achter je, want die is nu... Oeh, oké. Oh, nice. Ja, nice. Goeie. Voor de stuit. Wat belangrijk. Die is voor jou, die middelste. Ja. Oké. We blijven toch wel met te veel achter, denk ik hoor. Nee! Ja, jij kan dit, je kan dit. Je bent een van de weinigen die bij die bal... Oké, Jacobus! Ja! Oké, draai om. Nee! Je kan het, joh! Je bent de enige met die! Oh, ik moet hem ook echt voorbij hem zien te maken! Nee! Nee! Godverdomme! Hij doet het niet! Nerd! Scheve bek! Nee! Let op, er is... Oh, er is wel één verdediger. Ik wou net zeggen. Oh, let op, want er is maar één verdediger, dus ja. Deze is voor jou! Oh! Oei, oei, oei. Dat scheelde weinig, vriend. Dat scheelde heel weinig. Ga maar voor die rechts, ja. Til hem nou niet over je eigen verdediging! Oké, hij heeft hem. Die is voor jou. Boom! Hoe is... Dus ik zie sommige mensen echt heel hoog schieten ook en shit. Hoe de fuck doe je dat? Ik kwam nu met de topspeed aan. Kijk. Let op, hè, want hij komt hard op je af zo. Ja, maar er staat er eentje. Daarom, afstand pakken. Inschatten waar hij komt. Dit wordt een overtime. Oh nee. Dit ziet er niet in de overtime. Uit. Dus als de eerste bal die erin gaat, is dan. Nerd! Ja, blijf, doe je nou? Ja, blijf meerennen. Hij gaat hem afsnijden nu. Dus je kan hem. Juist! Bam! Nee! Nog een keer! Ah, oh, die andere! Yes! Come on! Woo! Lekker! Oh, weer finale. Fuck! Geen heks. Nu even geen. Weer een finale dan? Ik wil nu even geen heks. Dit wordt staartje pakken, man. Ben je er goed in? Nee. Tenminste, ik denk dat het staartje pakken wordt. Het zou heel saai zijn als het weer hexagon wordt, want ik heb daar geen vertrouwen in nu. Ja, dit is staartje pakken. Oké. Je kan dit. Je kan dit dan. We zijn silent murderer. We hebben nu inmiddels al te veel meegemaakt samen, hè? Silent murderer. We gaan loeren, we gaan afwachten. Ik kan niet afwachten, man. Die luxe heb je niet. Wel, kan zeker. We gaan schuilen, we gaan afwachten. Maar beginnen sommige mensen al met een start? Dan ja, eentje heeft de start. Eentje? Oh ja, tuurlijk eentje, ja. Eentje begint met de start, eentje eindigt. Oké, okay, dat komt. Dan blijf maar staan. Lul die mij vastpakken! Hondenkop. Kijk, afsnijden die allemaal. En wie gaat die niet naar boven? Sowieso niet. Ah, dan! Yes. Oké. Okay. Oh, wat doe je nou? Je hebt hem weer. Je hebt hem nou niet meer. Wie heeft hem? Hey. Nee! God. Het was ook echt de enige guy die de andere kant op ging. Ja, hij loopt helemaal erachter. Kijk naar boven. Twee, 20 seconden. Wacht. Nee! Waarom kunnen ze allemaal altijd van een kilometer afstand pakken? Ja, dat is echt super kut! 10 seconden. Ja. Fuck! Ik snap dat niet, jongen. Ik snap die shit niet. Ik snap niet waarom je echt soort van in zijn reet moet staan. Ja, je moet bijna chirurgisch moet je die shit verwijderen. En dan loop je op een meter afstand en is het zo van hier. Tjaka. Kut. Oké, dan vind ik het ook een heel kut mooi eind. Hier, zet uit het kut in. Hier, plug. Jongens, dat was het. Het was leuk geweest. 3 keer finale verloren helaas. Maar, vind je het een leuke game? Nee.
Nee, ik heb het niet meer. We pakken die winst wel in onze vrije tijd. Laten we daarbij houden? Ja. Cool. Doei.